Mijn naam is Elsbeth Luning van bureau Witpaard. We hebben Groen Portaal, ons plan, samen met stedenbouwkundigen en een groep mensen binnen ons bureau, met veel enthousiasme ontwikkeld. En eigenlijk zijn we begonnen om eens door Wierde heen te lopen en mensen te vragen, hoe wilt u nou dat uw stationsplein er straks uit komt te zien? Want het stationsplein is straks voor u allen. En eigenlijk de antwoorden die we daarop kregen is, het moet gezelliger worden, het moet groener worden. Eigenlijk heeft het nu helemaal geen uitstraling. Dus als het gewoon een mooier entree zou kunnen worden en je niet struikelt over fietsen of auto's die voorbij razen, dan zouden mensen dat heel mooi vinden. Er is een heel traject aan vooraf gegaan, maar ik heb maar 15 minuten. Dus ik wil u straks ook graag verleiden om naar onze stand te komen, waar we veel meer over het plan kunnen vertellen. En dit is ons plan. Ons plan bestaat uit een nieuw plein, een I-vormig plein voor het station, wat die nieuwe entree voor Wierde gaat vormen. Komend vanuit het station, stel je voor, je loopt het plein op, een gezellig plein waar een terras is bij de horecagelegenheid, een mooie zitrand eromheen met een pergola in het groen en de entree naar het centrum. Daarnaast voegen we een nieuw groen hart toe aan Wierde. De burgemeester noemde het net al even, een groen hart van Wierde. Wij leggen het hier naast het plein, het entreeplein, net iets hoger, met hagen eromheen, zodat je een mooie plek krijgt, waar bijvoorbeeld een fontein een plek krijgt, waarbij aan de zuidkant gebogen gebouwen staan waarin appartementen kunnen komen voor ouderen, maar wellicht ook voor starters, die uitkijken op het park. Een belangrijke ingreep die we doen is een belangrijk voorstel om de spoorstraat naar het zuiden te leggen. En daardoor ontstaat eigenlijk veel meer ruimte voor het station. Met een serre daaraan en waardoor eigenlijk hier de voetganger de ruimte krijgt. Het is goed bereikbaar voor de auto, maar de auto is te gast. Hier zijn parkeerplekken voor kort parkeren en dat lange parkeren zou wat ons betreft hier langs het spoor een plek kunnen krijgen. Het parkeren voor de woongebouwen hebben we op deze plek gesitueerd achter de gebouwen. Dus eigenlijk de kern, een groene entree, een nieuw groen park die eigenlijk alleen maar mooier gaat worden door de jaren heen. We hebben ook bestaande bomen daarin opgenomen en er komen bijvoorbeeld heel veel nieuwe boomsoorten in, waardoor het eigenlijk gewoon in de toekomst een heel mooi park gaat worden met herfstkleuren, met voorjaarskleuren. En ook de woongebouwen die een nieuw woongenot gaan bieden vlakbij het centrum van Wierde, in een dorpse schaal. En eigenlijk staat in het plan de mens centraal. Dus we horen ook heel graag uw ideeën straks, hoe we het plan nog eventueel nog beter kunnen afstemmen op uw wensen. En belangrijk daarbij is wat ons betreft dat eigenlijk het ook een heel duurzaam plan wordt. Dus in de materialen, maar ook in de uitvoering van de gebouwen, in het hele plan. In vogelvlucht, nog even, ik neem u graag door het plan mee. Het plein met het stationgebouw, de nieuwe serre die hier wellicht aankomt, met een terras op het mooie stationsplein. Hier in de overgang 2 treden hoger, een net iets hoger gelegen park met een omslotenheid van hagen eromheen, zodat je auto's een beetje uit zicht haalt, waar mooie paden doorheen slingeren, waar bijvoorbeeld ook een hellingbaan in kan komen, waardoor ook gewoon minder valide mensen het park goed kunnen bereiken en je eigenlijk hier met de auto wegrijdt. Plek voor een bushalte aan deze zijde of aan die zijde, zodat je eigenlijk voor en na het plein op de bus kunt stappen. Het plein, nog even in detail. In het plein willen we bijvoorbeeld ook bestaande bomen opnemen, zodat je ook eigenlijk al een heel mooi volwassen groen plein krijgt. Met een zitrand rondom, waar verlichting in zit, zodat je ook 's avonds een goed verlicht plein krijgt.
En de rijbaan voor de auto's, die, waarbij de auto te gast is. Een paar mooie lichtmasten bijvoorbeeld op het plein, om het gewoon ook goed te verlichten, zodat het ook sociaal veilig is. De overgang van het park, van het plein naar het park, omdat het iets hoger ligt, zou ook kunnen dienen als een soort podium. Dus als er in de zomermaanden bijvoorbeeld een soort kunstpodium of wat dan ook nodig is, dan kan dat op het verhoogde deel. En zo zou het eruit kunnen zien in de zomer. Dus lekker zittend op het terras, heerlijk in het zonnetje, met de woongebouwen op de achtergrond. Of als op doorroute naar het centrum, even een ijsje halen bij de ijssalon in de Stationstraat. En heerlijk het aan de randen of op het terras verder op eten. En 's nachts ook een mooie entree, ook mooi verlicht, waardoor je ook veel gezelligheid krijgt. Nou, ik neem u even een beetje mee door het plan. Kijkend hier vanuit de Stationstraat richting het station, de bestaande bomen en het terras. En in deze tekst vindt u terug op de panelen, even kort gezegd. Dan het park. Het ligt dus iets verhoogd. Vormt het ook weer de routes vanuit de verschillende richtingen vanuit het centrum of van de randen van het centrum naar het station en andersom. Dus er zijn veel routes. Bijvoorbeeld een vijver in het park met een fontein erin. Aan de zijde van het spoor mogelijkheden voor fietsenstallingen. Vlakbij de tunnel, voetgangerstunnel, die naar de perrons leiden of naar de noordzijde. Dit is dan het stationsgebouw. De auto rijdt hier langs. En het overige verkeer. En nou ja, de voetganger kan hier overal komen. In de maquette die ook achterin staat, krijgt u nog beter indruk van hoe het precies eruit ziet. En hier ziet u ook dat de booggebouwen eigenlijk het park omarmen en je vanuit de woongebouwen dus hele mooi zicht hebt op het groene park. Een sfeerbeeld vanuit het park, bijvoorbeeld met de fontein. En de beelden van de architectuur van de gebouwen, dit is een suggestie, maar dat is het nog lang niet. Dat willen we ook heel graag verder uit laten kristalliseren met de mensen vanuit de gemeente en vanuit de bevolking, van nou, hoe ziet u nou dat de woongebouwen eruit zouden kunnen zien. De hagen om het park heen. Even de samenvatting van het park. Staat ook weer op het paneel. Dan de woongebouwen. Omdat het ook een haalbaar plan moet zijn, en wij ook tegelijkertijd hebben gezegd van nou, het moet een dorpsplan blijven, want Wierde is nou eenmaal een dorp en is ook gezegd, nou, we willen het groen houden. Hebben we de hoogtes van het gebouw zo laag mogelijk gehouden. Dus we hebben hier, dit gebouw is in 3 lagen, dit loopt op naar het oosten toe met 4 lagen en hierachter een appartementengebouw met 5, die eigenlijk ook in het gebied, bij de rotonde, een mooie uitstraling geeft met balkons op het zuiden en je daardoor eigenlijk ook bij de entree naar de tunnel in de Dickensweg eigenlijk gewoon ook een nieuw kenmerk neerzet, een herkenbaar gebouw. Aan de voorzijde van de woongebouwen zouden we voorstellen om daar de voordeuren te doen, dat je ook op Maaiveld het woongebouw binnenkomt en je dus ook in een dorp is eigenlijk alles, heb je voordeuren gewoon op de begaande grond en geen ondergrondse parkeerkelders of iets dergelijks. Dat is gewoon niet dorps, dus wij stellen gewoon voor het allemaal op het begaande grondniveau te houden. En dat de ontsluiting aan de achterzijde van de woongebouwen is met een extra breed gedeelte, zodat je ook echt terrassen aan de zuidkant hebt, want dit is de zonzijde. Nou, hier nog een suggestie van hoe dat eruit zou kunnen zien. In totaal zitten in deze woongebouwen 68 appartementen, waarvan een deel, dus ook een groot deel, voor oudere woningen zouden kunnen bestemd kunnen worden. Dat komt ook uit de woonvisie naar voren, dat daar ook veel behoefte aan is. Wonen in het centrum,
Maar ook starters zouden daar een plek kunnen krijgen. En daar zou je een plek aan moeten geven. Combinaties zijn vaak minder gunstig, maar je hebt ook heel goed in deze gebouwen, kun je het wel gescheiden van elkaar, maar dat je ook aan verschillende doelgroepen de ruimte geeft. En het is uw plan. Ik geloof dat we heel veel in je-termen moesten spreken, maar ik spreek u toch ook graag met u aan. Het is ook vooral uw plan, jouw plan. En wat dat betreft willen we ook heel graag uw mening horen. Dit is een idee die we hier neer hebben gelegd. Het is een richting, het is een idee en we horen ook heel graag uw mening daarover. En we hopen dus ook dat u in grote getale gaat stemmen via mijnstationsplein.nl. Deze presentatie en de animatie komt ook op onze eigen website naast die van de gemeente. Dus daar kunt u zelf ook nog later op terecht. En dan wens ik u alvast heel veel plezier en aandacht. Heel veel dank voor uw aandacht vanavond. APPLAUS